Nee, ik bedoel... Je valt weg. Nu hoor ik je wel goed. Oh yeah, that's my Xbox. That's my temporary home. Yeah? I already moved out because it was more of like a memory place for me. Zodat ik weet waar de command blocks zijn. Hey. We kunnen dat het data center noemen. Please, 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 if you just fly in the sky for some fucking reason, do not destroy the command blocks, okay? Please do not. je ziet toch rechts op je scherm deaths? Ja. Als je even doodgaat, dan zie je dat het werkt. Ja, dat ga je niet. Oh, yes, you will. Keep inventory staat aan, dus... Feel free to do it. Keep inventory staat aan. En instant respawn ook. Dus als je doodgaat, kan je niet combat loggen. Of ja, je kan het wel als je snel genoeg bent, maar... Ik heb geen banner vooraan gezet ofzo. Ik heb geen bands aanstaan, dus als je per ongeluk door een glitch vliegt of zo, zal je niet worden gekickt. Wat? Dan werkt dat niet. Kijk, dat is waarom ik wilde een week geleden dat iedereen online kon. Zodat ik kon regelen dat alles werkt. Ja, ja, ja. Ja, nee, het is echt capsule gevoelig, dus... ik wist even niet of jouw naam... Je had geen hoofdletters, toch? Ja. Ja, ja. Dat is het irritantste. Dus op een ram kunnen 11 mensen online. Dus ik heb even 11 klaargezet. Waarvan nu 4... Nee, 5 online moeten staan. Yep. It's temporary, really. En ik heb even een skin aangezet dat misschien nostalgic is voor jou. No, 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 it's not a bear. You're close to. Waar ben je? Oh ja, ik zie je. Hallo. What the fuck? Waarom heb ik jouw scanner? Wat? I don't know how. Wait.
Profile. Waar heb ik jouw skin aan? Op mijn scherm heb ik jouw skin. just a pitch black darkness with a smiley face. Yeah, really hard, really. Here, would you like some cake? Oh my god, what happens here? Who did this? Oh god. Oh fuck. Zo. Zo. Jawel man. En voor de rest staat het bijna goed. Wat? Ik ben zo terug, hè. Is goed. Follow me. Yep, en als je naar boven kijkt, zie je de command blocks. So before you do anything, before it resets, I'm gonna quickly explain which is which. De eerste is de command zelf, dus gewoon de dummy. De tweede, dat is... Of ja, je kan het wel kijken, maar please don't touch the levers. Maar ik kan het niet erin. Oh. Ja, oké. Dus dit is slash scoreboard objectives add death dummy. Dan is dit scoreboard objective set display, dus dat is hoe het wordt laten zien. Dit is de game rule, veranderen zodat het niet wordt gespamd, de server, door de command block. En dit is om het weg te halen. En dan hebben we hier, even kijken, sta jij aan? Ja, ik zet je heel even terug in survival. En ik wil even dat je valt, van hier. Yep, okay, it works. Yeah, can I go back, please? No. Yep. Ik weet niet. Ik dacht van we gaan misschien een challenge doen. De drie personen die met de meeste deaths gaan even een challenge doen of zo.
Niet in real life, maar gewoon in Minecraft. Gewoon something stupid. Like survive in a bee house, or I don't know. Gewoon iets voor content. Dude, ik was gisteren zo lang bezig met die ene video van 2,5 minuten, man. Veel te lang bezig met een video. Dat was Siege, het was een Siege video en het is alsnog corrupted. It's still corrupted, which is fucking ridiculous. Zeg maar, sommige frames die zijn gewoon glitchy, zeg maar. Ja, nee, zelfs tijdens het editen. Maar ik heb zo'n artikel gelezen van, ja, tijdens het editen blijkt het alsof het nog is gebleven, maar het is niet zo. Dus ik was van, alright, I'm just gonna render it. But it's still there. Wait. Trouwens, Vegas heeft een goedkopere versie van Pro uitgebracht, hè? Voor 50 euro. Ja, het heet Vegas Studio, ja. Zeg maar, Pro heeft een snellere rendersysteem. That's literally the only difference. Ja. Ja, maar dan is de vraag van hoe slecht is het rendersysteem? Ja, oké, dat is super. Oké, we zijn bij de kerst. Kom, we gaan slapen. Come on, you can do it. You can do it. Huh? What? Wait. Nee. Dat kun je trouwens wel doen met een set van commanden. Gewoon het afzetten van blokken met één verschuiven. Ja, maar dat betekent dat als je dit blok laat, dan doe je het gewoon daarop. Ja. No, ja, je kan het niet op Java doen. Ik bedoel op Windows 10. Wel op Java. Net zoals hoe je ook geen teams kan maken hierop. Van, why? Ja, echt, hè. Als je leaderboard. Ja, nee, dat is dus death. Dat is een scoreboard. Ja, maar kijk, dat is het. Death is de makkelijkste om toe te voegen, want de rest heeft gewoon Microsoft met deze laatste update gewoon weggehaald. Want ik heb zo'n... De meeste artikelen zijn van 2019 van januari tot aan april. Dus gewoon tot aan de Pillage & Village update. Dat het kon, maar het kan niet meer. Ze hebben het gewoon eruit gehaald. Ze hebben het voor één update erin gehad en waarschijnlijk was het te groot voor... Telefoons of zo, I don't know. Dit is de versie voor telefoons, hè, vergeet niet. Ja, Anthony, hè. Nee, ik heb niet doorgelezen. Ik zeg van, it's not the kerk van Alex anymore. It's the kerk des Catholics. Ja. Heb je ook iets anders gezien? Een secret. Yup. I already seen it. Nee, ik liep gewoon rond en ik dacht van, what the fuck is that?
Heb jij de cross in de lucht gezien al? Ik heb het speciaal voor jou gemaakt. Yeah. It's made of lava and ice. Uh-oh. I mean, you really cannot miss it. Weet je wat ik eigenlijk wil zeggen? Thomas is eigenlijk best een goede bouwer voor iemand die net Maas speelt. Ja, yeah, look at this. He built this in like 30 minutes. Oh, dat heb ik niet eens gezien. Van oké, het is van cobblestone, but still. Ja. Moet me denken aan jouw huis, van onze eerste survival. Nou, dat weet ik echt. Would you like to look back? Because I do have it on my Xbox. Still. Ik heb geen Ja, maar ik kan het gewoon op deze PC importen. Weet je wat, dat is echt een goed idee. Gewoon onze oud huis, gewoon van elke survival dat we hebben gedaan, gewoon opnieuw maken. Ja. Opnieuw maken? Ja. Oké, maar we hebben ook een klein huis gehad. Ja, nee, ze zijn niet groot. Ze zijn niet groot geweest. Het was geen piramide of kasteel geweest. Ja. Dat ook op de lange weg. Tuurlijk. Volgens mij dat witte huis dat ik gemaakt. Ja, maar tegenwoordig is het makkelijker om te doen omdat je letterlijk slash veel kan gebruiken, hè? Oh ja, en je kan ook slash copy doen of zo. Ik weet niet wat het is. Waar ga je doen? Would you like to see mijn nieuw house actually? Nieuw huis. Ja, tuurlijk. Het is die berg daar. Wat? Huh? Ja, naast mij. Dus dit is van mij en Flora woont eentje verder. Yep, dat is mijn farm. And here we are. Zo. Gaat gewoon in één ding. Yeah. Je moet een kiezen wat je wel door je in hoor. Here you have some cake. You better do. Where did you put all the shit? Oh, it's in here, okay. Yep, and then you come back here and this is the farm. Nee, nog niet. Dus je kan of classic stijl de trap nemen, of je kan gangster stijl gewoon dit doen. Oh ja, this right here is a racist bed. Yep. I bet you can guess it. Congratulations, you have learned the origins of the racist bed. Yeah.
Wat? Absolutely nothing. I just like to call it the racist bed. What do you think of my personalized forest? What the fuck is this, man? this well, is this exactly original? Niet original, niet original. Nee. Oh shit, mijn zusje is weer verder gegaan een beetje. Yup. En dit is de huis van mijn zusje. Oh, never mind. You can break in. Oké, dus dit is de derde deel van het huis. Dit is de jacuzzi. Bubble bath. You idiot! You abs. Why would you? Oh my god. Je hebt een van ze geslagen of zo. I don't know, but now they are all gonna die. Congratulations, I hope you're happy. Ik ben niet happy, maar ik ga verloren en hele mooie pizza. Spijt. You literally just killed all of her bees. What did she do? Ik weet niet. Ik ben nog vrede dat ik als ik ze sla. Oh, ik kon nog eentje in de doos. You're lucky. Oh, okay. Laat me hopen dat Flora dat niet gaat zien. Yeah, sure. Gaat wel zo, maar ik ga haar een brief schrijven. So yeah, welcome to the bubble bath. Oh, de storm gaat omhoog en ik probeer het te ontsnappen. Ik wil naar binnen gaan, maar ik ben mijn hoofd gebroken. Oh, dus je wilde wel, oké, ja, dat is goed. I forgive you now. Oké, kom weer mee? Ja, ik zit vast hoor. Je zit vast. Snap je? Wat zit dan? Oh, ik ben al een tijdje bij mij. Kom. Kom. Just don't fucking touch him, it's simple as that. Ook als het beest tegen hem aan doet. Op naar de tweede deel van de huis. De farm. Echte dierenbul, man. Ja, je gaat het allemaal vlachten, hè? Yeah, like this. Yep. What are you doing? Dat is de andere farm. De groente farm. Alright, op naar de eerste deel van het huis, de originele huis. Dit weet je al. Dan hebben we hier nog mijn cake prank. This was all over her house. Yep. Unfortunately, I did not get her reaction. Omdat ik aan haar verteld van, hey, kan je even niet alleen komen en gewoon wachten op mij. Maar ze was ongeduldig. Nope, they didn't get the content. Just Flora things. Hier is een broek voor je en een schoen voor je als je wilt. It's free. I swear it's free. She told me. Yeah. No. Die schoen is best wel goed. En als je wilt stelen, dan moet je naar te komen.
Als je wilt stelen. It's also free. Everyone does it. Everyone does it. Nope. Die kijkt ook niet. Nee. Dude, ik heb die video wordt geüpload als het goed is 11 januari, die video. Oh, oké. Ik heb al een schedule gemaakt voor wanneer wat online komt. Oké, dus zelfs de Xbox huizen die allemaal in survival. De Xbox huis is survival, ja. Yep, ik heb een hele gravel cave gewoon gehakt met een fucking schep. But of course I'm not gonna upload that, I do have the footage though, if you wanna see it. If you want the footage, you can see it. Oh yeah, sure, so it's not another game. Okay. Happy early morning. Ja, hier heb ik nog een cake voor gezet. Ik zie het best wel lief, dus ik heb een cake. Yes, she will think it's very sad, because this was before she built her beehive shizzle. Hopelijk denkt ze, als ze hier naartoe komt van, oh shit, de wereld is gereset. Oh ja, wil je de meter app proberen? Sure, ik had echt... Oh, fucking hell. Okay, if you get that, then come with me. Oops. Oops. Ja, oops. Yeah. Okay, so I want you to put down the boat over here. Put the boat down. Whoa, yo! Nou, de eerste station is gewoon, of ja, stop, is gewoon Anthony's kasteel. De tweede is de kerk. De derde is jouw piramide. Dit is jouw piramide. Ja. Yup. Kom. I'm lagging my ass off. See? How? Okay. No, I did it exactly as you said. Dit is gewoon hoe het moest. Dit is gewoon exact hetzelfde als de vorige. Oh, kijk, dat wist ik niet. Ja, dus ik dacht al. Dus daarna zag het zo'n beetje transparant uit, want dat was eigenlijk van glas. Oké, ik dacht dat het gewoon plat glas was, maar ook nee, oké. Okay. Oh god. are you oké? Okay? Ik kreeg lag, volgens mij, ik kreeg hun dingen. Ja, nee, ik heb ook lag. Maar dat komt dat ik Siege heb gespeeld en mijn computer is dood. Man, het is echt leuk als je even voor het eerst ziet. Yes! Het werkt! Wat zie je onder mijn naam? Wat zie je onder mijn naam? It works! Bro, het werkt al een tijdje. Alleen dat het zo hoort. Nee, maar Thomas werkt het niet. Dus...
Of ik moest gewoon opnieuw inloggen en dat was het gewoon. Maar, wat ik nu kan doen, is ik kan kills toevoegen hier rechts. Dus ik kan letterlijk een real leaderboard maken. Oh. En ik kan gewoon een KD maken. Fuck off, please. Niet tegen jou. Yep, Spider-Man doesn't like me apparently. Ik moet wel even iets toegeven, vanaf hier is de ijs fake. Dus de ijs naar de Xbox is gewoon creative werk. Dude, I can't work with no ice, okay? If you go to the ice biome, it's gone. Oh, fuck. Oh, ik zo bedoel ik van fake. Ik heb het gewoon met commands, gewoon met veel gedaan. Zeker. Het is 68 blokken per seconde, als het goed is. Het voelt echt geen zin te maken met de ijs, maar mijn heet, mijn voet was van echt snel. Ja, dat heeft te maken met het aantal blokken dat je strabbelt, ja. I'm lagging so hard. Ik, zoals ik het zei, ik heb net Siege, ik niet Siege, maar CSGO zitten spelen en mijn PC is gewoon dood. Ja, ik kon het aan, ja. Met de laagste settings ever, but we hebben 40. Dus op zich zal ik op medium kunnen spelen met 30 fps, maar als ik aan recorden ben, speel ik liever met lage settings. What is going on? Oh. you literally had one job after you were almost killed by a fucking bee. Waar ben je gespand? Ja, ik ben net bij Flora naar huis. Oh, oké. Okay. Ik weet niet waarom. Omdat je in de bed ging slapen. Ik ben deze bellen bijna vergeten. Vlad, would you like a bell for your church? Een bel? Ja. Nee, ik ga geen church maken. Wat ga je dan maken? Een cathedral ofzo? Ik ga een kruis maken. Aha, waar ben je? Oh, oké. Okay. Ik ga nu beginnen met
Ga even naar binnen bij Anthony's kasteel. Of ben je binnen geweest? Ik ben al. Ja, nu nog niet. Please go in. Please go in there. Ik wacht echt een zieke droom. Go in. Ik zie al dat je achter mij staat, dat is ook in ons allemaal al een plek. Go in! Kom! Enjoy swimming. Nee, hij is nog niet alleen geweest. You can literally drown by just going up here. Ja, ik was ervan. Gaat hij het zeggen? Nee. There are even fish up here. There are even fish up here. Heb dat zelf gedaan? Ik heb dat zelf gedaan, ja, in survival. Ik bedoel de fish. Nee, nee. Ze zijn gewoon ingespawned. Look, there is another one spawning in. That is definitely true. Ik ga hem wel helpen als het gaat om het weghalen. Dat is zeg maar meer lethal dan de cake prank, but it's still fine. Meer lethal dan lethal? Het is zeg maar niet. Het heeft geen nut, zeg maar. Oh. Ja. Kijk, als je schoenen hebt, net zoals wij, maakt het niet veel uit. Je kan gewoon normaal lopen in water, ook op de bottom of the ocean. Oh, ik merk het nu echt. Oh. Want als je het. Zet hem even uit en probeer even te lopen. Oh ja, ik merk het. Ja, ik merk het. Oh, top. Dat is wat ik al dagenlang vraag of hij online kan komen. Hij gaat nog wachten, man. Je die kende. Ja. Een bericht? Oh, hij zegt nee, nog niet. Dat was die bericht. Ja. I just love how I just send a message, it's like 3 a.m. and hey, looks the phone, I'm gonna head to bed. I'm done with this shit. I mean, I did notice that. The mon that just doesn't sleep. He just doesn't. It's a myth. Anthony sleeping is a myth. Yeah, man. No, but the guy is, he gaat op 4 uur naar bed. Of 5 uur naar bed, en dan gaat hij pas om,
Ja. Ik ging vandaag om wat half. Nee, 4:15 sliep ik in slaap. 4 keer slaap. Ik heb jullie berichten gelezen, maar ik was van I'm not even bothered. Yeah. And then you suddenly went into CP FBI shit. Yeah, that was wel dat op de Telegram. Ja, ik heb het al gehad, ja. Ik heb het even geïnstalleerd om een update voor mijn telefoon te installeren, omdat ik het niet had gekregen. Nee. Ik heb het dus geïnstalleerd en Anthony was meteen zo van, hey, what's up? Ik zei van, well, that was fast. Op Telegram of wat? Op Telegram, ja. Want waarschijnlijk als je het installeert, zien mensen het meteen. Ja, volgens mij hoor je contact vinden. Ja. Ja. Ik ga denk ik ook gewoon verwijten, want ik heb letterlijk een opslag van volgens mij al duizenden foto's hebben. Jesus! No, I know. En het wordt allemaal bewaard in zo'n geheime mapje op mijn telefoon. Dat je met een password moet ontgaan. Ja, nee, dat zag ik je. Ja, net. It's pretty damn good. En ik heb voor het ook iets te maken heeft met incels. Met wat? Met incels. Geen incels. De B. Yeah. Sort of. Je viel weg, wat was het? Een soort incel. Die Joker is meer een soort incel. Want hij wordt gepest, hij wordt. Oh ja. Maar is dat ook realistisch of is het echt pen? Het is realistisch, maar de einde heeft zoveel plot holes. That's all I'm saying. Yep, it's just. The plot armor is real, is all I'm saying. De meeste van de film is gewoon realistisch, behalve het einde. Oh, oké, dus het einde is het. Waarom is het dan? Gaat het dan opeens? Ik ga het spoiler heavy. Ja, het is echt spoiler heavy. Het is spoiler heavy. Ik ga niet zeggen. Oh shit! We hebben genoeg ender eyes om de end te doen. Nice. Ik heb nog geen spullen voor end. Maar wat ik wel gevonden is een secret mine. Een secret mine? Ja, ik zoek best een van jullie schrijven. Is het onder water? Dus het is richting de twee kruisen. Oh, in de berg. Ja, nee, dat gaat naar de end toe. Ik moet nog ijs zetten. Maar dat is weer iets dat te lang is en we hebben geen ijs meer. En ik weet niet waar de ijsbioom is, de andere. Dus ik denk dat ik dat ook in creative ga doen, helaas. Dude, I use like 2000 blocks of ice. De biome is gewoon zo ver dat de waterstof niet inspant. Ja,
Even kijken, want dit hier is iets van 70 blokken. Dat keer 3 is sowieso 210 blokken van ijs, gewoon blue ijs. En dat is gewoon, even kijken, 9 keer 9. Dat zelf is 1 blok van ijs is 9 ijsbloks. Normale ijsbloks. Ja, ja. Dus dat is al iets van, even kijken, 210 keer 9, dat is weer, 21 keer 9. Ja. 180, 189. En dat nog keer 10. Oh ja, 2-0, ja. Ja. Dus dat is 1890 blokken. 1890 blokken van normale ijs. Gelukkig hadden we 3 bergen van grote packed ijs en blue ijs. Dus zoveel is het weer niet. Maar ja, alleen de stukje van Flora naar Anthony is gewoon 10% van die biome. Dus je weet hoe ik zei van we gaan naar de meeste biome, hè? Not happening. Nee? Too much work. Ja, nee, kom. Je moet gewoon Anthony en Roma en Flora gewoon bijhalen. Dan kom ik zelf op het werk en halen dus. Nee, dus wat ik nu heb bedacht is, ik ga 20 afleveringen recorden totaal. Dit is dag nummer 12, dus ik heb nog 8 dagen te recorden. En dan is het afgelopen. Met de hele... Yep. Deze server blijft natuurlijk nog online staan. En als Anthony een PC heeft, gaan we seizoen 2 doen. En gaan we op Java verder. Nee, ik bedoel de PC-versie van de game. So yeah, there you go. In case if you're watching this video, that's my plan. Dus dit gaat even, de server blijft online tot volgens mij 20 januari. Volgens mij was dat het. En, ik bedoel, als het voor een of andere reden het explodeert deze serie, dan ga ik misschien verder mee, maar ik weet niet, want ik heb stage en het heeft geen zin omdat ik wekelijks 1 keer online kan op maandag. Aangezien ik nu een ondernemer ben, ga ik nu een beetje leren om dan ga ik nu gewoon kijken hoe bepaalde producten gemaakt worden. Ik heb een heel klein idee. Een soort project dat ik ga doen. Je weet dat ik aan het recorden ben, wil je het nu vertellen of? Nee, straks. Ja. Confidential. Yeah. Actually, I'm busy. I'm 15 minutes busy, so I could actually stop here. So thank you for watching. Thank you for watching, and I will see you in episode 2 of day 12.